loslaten is remmen. Nou, veer. Ja, maar spring wel achterop. Hé, laat me eruit. Oké. Nou, samen op stap met Rowan. Nou, Rowan, let's go. Goedemiddag, daar zijn we weer. Hallo. Ik ben Vera. En ik ben Ineke. En we zijn hier vandaag bij Rowan om te horen wat hij als ergotherapeut kan betekenen voor de mensen en wat, hoe zijn dag is. Ja. En daar komt Rowan al aan. En, hey. Hallo Rowan, we willen graag wat aan jou vragen. Lekker doen, gaan we ja. zitten. Ja, oké, okay, dankjewel. Ergotherapie is een paramedisch beroep die zich richt op het optimaliseren van de zelfredzaamheid, de zelfstandigheid van de cliënt in zijn dagelijks leven. En daar komt heel vaak koken dan bij te pas, dus daarom ook de oefenkeuken. Dit is een plek waar we het koken kunnen oefenen op verschillende vlakken. Het snijden of pannetjes in de gaten houden, het gas controleren, staan aan het aanrecht. Ja, het zijn allemaal van dat soort dagelijkse activiteiten die heel belangrijk zijn voor mensen om weer te kunnen. Nou ja, omdat het inderdaad in het dagelijks leven is van de mensen, komen we vaak bij de mensen thuis ook. Maar ook hier op de afdeling nemen we veel mensen mee naar de juiste oefenkeuken. Okay. Dan kijken we later ook hoe is het dan thuis bij iemand in zijn keuken. De opleiding ergotherapie in Amsterdam. Die was 4 jaar en in de zomer ben ik afgestudeerd. Ik ben een jonge ergotherapeut, ja. Oh, oké. Okay. Klopt. Mooi. Ik krijg dan ook 2 stages natuurlijk op de opleiding, dus dan zie je wel een beetje wat het vak nou echt inhoudt. Juist. En zodoende ben ik eigenlijk een beetje hierin gerold. En ik ben zo blij met de kansen die ik hier heb en hoeveel ik hier mag leren, ja. En zitten we nu op 12 of zo. En die is dan onderverdeeld natuurlijk in mensen die eerste lijn doen. Dus dat zijn de mensen die komen echt alleen maar aan huis. Maar je hebt ook de mensen die zitten hier op de revalidatie. Of die komen juist op somatiek, de verblijfscliënten die hier wonen. Ergotherapie is echt een heel breed beroep en de doelgroep is eigenlijk ook heel breed. Inderdaad, de mensen met dementie. Die een beroerte hebben gehad. Maar het kunnen ook mensen zijn met een burn-out of COPD of kinderen. Kan ook. Die zie ik hier natuurlijk niet, maar kinderergotherapie is een specialisatie. Ja. En ook hier binnen kunnen we ons specialiseren op doelgroepen die we hier zien. Zo hebben we nu ook 2 therapeuten, die zijn cognitieve revalidatietherapeuten. Dat is gewoon een hele interessante materie. Ja. Want na een beroerte is er niet alleen fysiek een beperking, maar soms cognitief ook. Verminderde aandacht of een geheugen wat niet helemaal meer werkt zoals het deed. Ja, ik denk toch uiteindelijk wel als iemand weer zelfstandig zijn betekenisvolle activiteiten weer kan uitvoeren. Dus dat je echt die glimlach ziet, echt dat resultaat hebt gehaald. En ja, dat iemand gewoon weer helemaal happy is met zijn leven. Nou, Rowan, mogen we je bedanken voor deze. Ja.